Het rommelt achter de schermen van op 1. De opperbobo van het programma, Bert Huisjes, wekt flink wat vrevel op. Het is zelfs zo erg dat BNNVARA heeft besloten om ermee te stoppen. Nu blijven alleen nog de EO, Max en WNL over als participerende omroepen. Die show wordt dus een soort evangelische bejaardenclub met een vleugje populisme. Thijs van den Brink, EO, en Sven Kokkelman, WNL, gaven zaterdag een voorproefje. Ze maakten een prima ingelaste op één uitzending over de opstand in Rusland. Dat was met gemiddeld 861.000 kijkers een groot succes. Bert liet direct van zich horen. Prachtig resultaat voor de samenwerking tussen EO en WNL in Op één. Het journalistieke team werkte geweldig op een historische dag. Met ruim 36% marktaandeel en een rake beschouwing van TV-kenner Tina Nijkamp, twitterde hij. Ook omroep Max-baas Jan Slachter blijft een rotsvast vertrouwen hebben in Op 1. Mooie cijfers voor Op 1. Goede samenwerking tussen EO en WNL. Redactie heeft fantastisch werk afgeleverd. Op 1 is springlevend, bestaansrecht staat buiten kijf, ondanks alle commentaar van alle deskundigen de afgelopen week. Bert van der Veer, voormalig regisseur van Pauw Witteman, begrijpt dit soort tweets niet. Goede zaak dat een extra uitzending van de NPO1-talkshow werd ingelast over de ontwikkelingen in Rusland, maar moest nou werkelijk in de promo vermeld worden dat het een samenwerking zou zijn tussen EO en WNL? Houthi F. Kers? De hele op één affaire is een zege voor de publieke omroep, zegt Bert op zijn opiniekanaal. Op twee cruciale plekken, want hoe lang overleeft Nadia? Vallen gaten. Schone lei, opnieuw beginnen. Late night zal de weg terug naar de basis moeten vinden. Kijk wat afleveringen van Pauw Witteman. Hij vervolgt: Voor de vooravond kun je geen beter voorbeeld hebben dan DWDD. Maar wel met vaste presentatoren. Hoe riskant ook. Het namenlijstje ligt in mijn kluis. Volkskrant-recensent Alex Mazereel is ook niet zo onder de indruk van de borstklopperij van de overgebleven op één Bobo's. Die ingelaste uitzending was gewoon nieuwstelevisie die je zou mogen verwachten van de belangrijkste talkshow op de belangrijkste televisiezender, schrijft hij. Hij vervolgt: Maar dat een normale op één uitzending meestal behoorlijk abnormaal is, zagen we drie dagen eerder, toen diezelfde kokkelman een hilarisch stompzinnig gesprek voerde met zanger Xander de Buissonnier en zijn zoon Sam van Dijk. Sam, tevens het zoontje van Wendy Van Dijk, heeft een remix gemaakt van zijn vaders grote hit Haal me vast. Wat volgde was verbijsterend ongemakkelijke televisie, culminerend in een live optreden waar alles grappig aan was, het ongemak bij de andere tafelgasten, de intieme blikken tussen vader en zoon en vooral alles wat Sven Kokkelman doet. Nee, op één heeft zijn langste tijd wel gehad, besluit Alex. Schrijven over op één is zelfs voor een verpeste talkshow-nihilist allang niet leuk meer, omdat het programma alleen nog noemenswaardig is als de redactie weer eens een dubieuze influencer, een rap nepobaby of Sinterklaas Jan Slachter, uitnodigt.